Dat we hier uh, bij de stoplichten in het filmpje wat we net uh, zagen, er een extra licht. En dat zegt de fietsers: als het licht op rood staat, moet u wachten. Is dat nou niet een beetje overbodig? Ja, je zou het wel zeggen. Ik vond het ook een goede vraag. Uh, maar ik denk dat dat in de praktijk niet is wat er gebeurt. En zeker als je hele grote groepen mensen hebt, zoals bij het Leidseplein of uh, hier, ja. of uh, kruisingen bij de Dam. Grote groepen mensen hebben de neiging om er gewoon door te gaan. Als dat stoplicht helemaal uh, op rood begint te staan, maar uh, het zou genoeg moeten zijn natuurlijk dat het rood is. Mensen weten dat wel en doen het kennelijk toch niet. Maar als er dan een bordje komt met wacht, dan stoppen ook die grote groepen denk je? Ik weet het niet helemaal zeker, eerlijk gezegd. Wat ik wel zie bij dat bord is, er is een afteller, dus je kan zien hoe lang je nog moet wachten. En ik denk wel dat dat effect heeft op dat mensen dan nog net eventjes die paar seconden willen willen wachten. Op zich doet de politiek niet heel vaak keuzes in welk stoplicht of welk verkeersbord ergens terecht komt. Die keuzes worden veel overgelaten aan de verkeerscommissies en hun adviezen uh, volgen we meestal heel getrouw als zij dat. Uh, als zij een idee zal zeggen, hebben over zo'n kruising. Afteller, dat werkt hè, Want dat we, Ja, er zijn ook verhalen dat ze juist agressie opdoen. Maar mijn ervaring is, ze werken, want je weet, nou, ik moet nog 20 seconden wachten en wat is 20 seconden? Dus je wacht eventjes. Maar die bestaan. Maar dit is weer een. Nieuwe variant. En ik zou dan toch me voor kunnen stellen dat... Ja, jongens, dan gaan we weer iets nieuws uh, verzinnen. Waar, waar heb je dat toch allemaal voor nodig? Want die zijn het ja, we hebben toch wel een beetje te maken met geldgebrek. Is dit dan niet een beetje doeder en afteller? Ja, nou, als je niets probeert, dan weet je ook nooit of het werkt. En uh, geldgebrek of niet, verkeersveiligheid is ontzettend belangrijk. En is ook in het stadsdeel een van de dingen waar, ondanks die bezuinigingen, wel extra geld naartoe gaat in de komende tijd. Um, volgens mij moeten we nog wel even goed nadenken of dit het belangrijkste is op dit ogenblik. Mm -hmm. uh, je had het net al over stoplichten met tikkers voor mensen die niet zo goed kunnen zien. En nog lang niet alle stoplichten zijn daarmee uitgerust. Er zijn nog heel veel aanpassingen voor de verkeersveiligheid te maken. Met name als je denkt aan mensen die slechte benen zijn of slecht zicht hebben, die misschien ook wel heel belangrijk zijn en die we dan in de komende jaren willen proberen te, te maken.